We zitten op dit moment in de auto, jongens. Onderweg naar België. Trouwens, we zijn al in België. Alleen, we gaan op dit moment dus weer naar een Belgische vuurwerkwinkel. Namelijk Zena in Ole. Zijn we afgelopen jaren heel vaak geweest. En hebben we het voornamelijk even over voor de lockdown. Zijn ik en Jordi daar zo vaak geweest. We hebben zelfs collectievideo's opgenomen voor die winkel. Dat gaan we nu natuurlijk niet doen. We gaan jullie gewoon even laten zien hoe het met de drukte gesteld is in deze tijden. Want laatst hadden we die video natuurlijk online gezet van Baarle. Chaos daar. En we hadden zelfs nog een foto gezien van het weekend. Dat het nog drukker was. Maar goed, het is nu natuurlijk geen herfstvakantie meer. Maar het is wel slecht weer. En een doordeweekse dag. Dus misschien is het wat rustiger. Kunnen we jullie precies laten zien wat ze allemaal hebben daar. Want vaak in Ole, dat is de megastore van Zena. Die heeft daar vaak wat meer dan de winkels in Baarle. En wat meer op voorraad. Dus mocht je echt denken van ik heb geen zin in Baarle bijvoorbeeld als je gaat. Dan is Ole ook een mooie afwisseling. Want het is gewoon op een industrieterrein. En dan kan je gewoon wat rustiger je vuurwerk halen. We gaan er natuurlijk ook heen omdat ons eigen vuurwerk daar ligt. Vooral daar. Ook in Baarle liggen de knetta's. Maar de knettertraten liggen in Ole op dit moment. En daar willen wij aankomen. Want Zena in Ole op dit moment is de enige winkel die het verkoopt. Zoals Jordi de vorige keer heel goed zei. We raden jullie ten zeerste af om ook die kant op te gaan als je vuurwerk mee wil nemen over de grens. Want dan ben je natuurlijk strafbaar. We hebben vorige keer ook gezegd. Doe dat niet. Voorkom het gezeik. Doe dat gewoon niet. Ik ben er vorig jaar niet geweest, Jordi ook niet. Maar hier rechts heb je al Zena. En moet je kijken. We zien al gelijk wat het druk is hier. Zo. Wat een chaos. Lekker hoor. Ik zie wel meerdere Belgen. Zo, het is echt lang geleden dat ik hier voor het laatst ben geweest, man. Misschien 2 jaar of zo? Of ja, hebben we, man. Hebben we tijdens de lockdown zijn we er ook? Dat is wel even geleden, ja. Ja, wat denk je dan? Hoe lang geleden? Zo, dus niet leuk. Oh, jawel, hierachter. Je moet hem gewoon achter zetten. Ja, jongens. Het oude vertrouwde Zena. Ik zeg tegen Jordi, laat maar even naar binnen gaan. Het is wel vol met auto's hier. Kentekens ga ik natuurlijk niet filmen. Maar dat betekent dat wij dus niet de enige zijn helaas. Het is inderdaad wat drukker. Dat had ik al verwacht. Alleen het valt nog wel mee in vergelijking met wat we de vorige keer in Baarle zagen. Laten we eventjes deze kant gaan filmen. Ik ga niet de mensen filmen die op, in de winkel staan. Hier hebben we dus het kleinere vuurwerk, zoals je kan zien. En daar ligt inderdaad ons eigen vuurwerk. De knetta's en de knettertraten. Moet je kijken, je hebt hier gewoon vlinders nog liggen, Jordi. Zo, ik zie de... Hé, hey, dat zijn eclidio's. Kijk, ze liggen er. Oh ja, zo. En een toffees. Kijk, eigenlijk, als ze dit nog zouden hebben... Wauw. Dat zou echt ziek zijn. Mammot zie ik ook tussen liggen. Maar... Zo, die Bermudaatjes ook. Zie je dat? Oh ja, ik dacht eerst dat het gewoon snippers waren. Ik hoop voor ze dat het dummies zijn. Daar ga ik wel vanuit, maar... Nee, dat zijn geen Ja, jongens, laat even weten in de reacties als jullie al zo lang de video's kijken. De tijden van de Ugly Joes. Eerst geel en dan een knal. Staan die er ook tussen? Waar? Dat toch? Nee, dat zijn de Ugly Joes. Oh ja, dat is de Sjoerd met die kleur. En het oogje. Zo, zonde man dat het allemaal weg is. Hè? Vlindertjes, zonder iets erop. Dat is een babyvlinder. Die ze verkochten. 5 euro per 20 toen de tijd. Ja, dit zijn ook een beetje die oude producten die ze dus wel weer terug hebben gelukken. Dat is mooi hè, die hongen en longelingen. Ja, dat is wel dik. Vroeger had je er ook pakketten van. Vroeger heb je van luipaars. Ik weet zeker dat binnenkort dat allemaal uitverkocht is. Althans, binnenkort. Ik denk gewoon echt begin november dat al die dingen heel moeilijk te koop zullen zijn. Ook mooie producten. Daar zou ik ook echt voor gaan. En wat ik al eerder heb gezegd, jongens, wij nemen niks mee over de grens. Maar dit zijn wel echt aanraders. Deze boxen, die oude Zena boxen. En die fitboxen is ook niet te zien. Weet je nog die fitbox? Ik had gehoord dat de Fitbox in november ongeveer weer geleverd gaat worden en nu te koop zal zijn. Plus, we hadden het vorige keer in Baarle over het feit dat de pijlen best wel klein waren die ze nu op voorraad hebben. Dan heb ik gehoord uit betrouwbare bronnen dat in november de nieuwe pijlen komen. Onder andere 75 grams. Zijn we nu bij de pijlen aangekomen, jongens? Zoals je kan zien. Wel wat grotere pijlen dan bij de bunker wat we laatst zagen. Maar als het goed is komen de 75 grams pijlen dus in november... Deze week wel te liggen, maar ik blijf het zeggen, ik vind Zena
Ole wel een van de meest sfeervolle winkels, al is er wel het minste aangepast sinds de afgelopen jaren. Ja, ze hadden het leuk gedaan hoe ze dat doen. Dan heb je deze. Kamikaze 3. Het zijn goede pakketjes dit trouwens. We hebben trouwens wel net een bestelling gedaan, maar dat mogen we gewoon zo meteen gaan afsteken. Dus dat gaan jullie zien. Ja, hier komen we bij de knallers, jongens. Even dat Scorpio's waren. Ja man, goed dat we het lampje mee hebben genomen, zei Jordi ook al. Hij stelt wel scherp op die tralies, maar... Ik mis echt Ugly Joe's en zo, jongens. Waar zijn ze gebleven? Nou, hier heb je dus de Chainsaw Lobster. Een van de beste die je nu nog kan krijgen, denk ik. Ook qua acties. Wat heb je daar zo nog? Zo, die tralies, jongens. Evil Barracuda. Dit is een beetje wat er over is gebleven van het knal hier zo. Op zich is het natuurlijk wel heel anders dan de afgelopen jaren, maar er wordt in ieder geval nog knal verkocht, daar gaat het om. Er komen dus een aantal producten van Thor terug, waaronder de Aquarius. En die zou ik wel even willen hebben. Maar het niet dat dit ook gewoon goed vuurwerk is natuurlijk. Hier hebben we die welbekende bal. Er staat nu echt niemand hier, dus we kunnen even filmen. Oké dan. Hexa Blitz, weet je die nog? We hebben ook een keer een project gedaan. Welke? Die Hexa Blitz. Oh ja, ja, kan wel. Herland. Deutsche Katie's. Vind ik ook wel een mooi designer eigenlijk. Ja, oh, simpel. Als jullie goed meekijken in de video, dan zien jullie ook een aantal mooie aanbiedingen die ze op dit moment hier hebben. Maar zoals ik al zei, neem het niet mee over de grens als je geen problemen wil. Nog een paar dummies nodig, jongens? Nee, dit zijn geen dummies, man. Dit is de pallet die voor ons klaar staat. Ja, we kunnen ook even een dummietje meenemen voor de grens. Stel je voor, hé. Hey. Ja. Kom je bij de grenspolitie gelijk? Dat ze lijken nog echt ook, moet je kijken. Ik zou het niet zien, hoor. Hier staat niks op, hoor. Kijk maar. Waar staat een dummy dan? Ah, Jordi die had iets heel goeds opgemerkt. Die grotere blokken van Riakeo staan allemaal boven. Viel mij ook niet op. Kryptonit. Shameless. De Bomb Squad heb je daar zo. Het zijn dus al die grotere compounds. Ze staan allemaal daar uitgestald. En die zijn dus zo te zien wel allemaal nog op voorraad. En dat is echt ziek, want de afgelopen jaren waren die blokken echt allemaal weg. Eind oktober, begin november. Mooie sfeervolle winkel, jongens. En hier staat al jaren het koffietje klaar op deze tafel. Alleen ik kan me nog goed herinneren dat we hier toen die HBF'jes zagen staan. Weet je dat nog? Naar de trofee. Zo, ja, hier stonden ze toen. Yes jongens, we zijn weer weg bij de winkel. Het was dus niet heel druk, maar ze hebben aangegeven dat het altijd wel een beetje zo druk is zoals we net hebben gezien. Dus een beetje een bepaalde doorloop van mensen. Dus het is niet zo chaos als in Baarle. Dus mocht je die kant op gaan en je woont in België, dan zou ik zeker Ole pakken. Daar hebben ze ook één, de dingen vaker op voorraad. Dat hebben wij vroeger ook gezien. En twee, het is minder druk. En drie, je kan gewoon daar parkeren. Weet je, Baarle is altijd gezeik. Je kan echt met moeite parkeren altijd. Dus dat. Ik hoor jullie al denken over het vuurwerk. Halen jullie dan echt niks? Want we hebben zeker wel die reacties gezien vorige week. We hebben wat gehaald. Ja. En we hebben wel natuurlijk met Zena ook afspraken gemaakt dat we ze kunnen stoken. Dus jullie gaan wel stookshots op andere momenten zien. Maar absoluut, we nemen absoluut niks mee. En waarom? We kunnen dat risico gewoon niet lopen. Een paar jaar geleden waren we nog misschien met 50.000 abonnees of zo, dan kon het nog. Maar nu zijn de regels ook nog eens aangescherpt. We hebben meer volgers. En dat resulteert gewoon in het feit dat we het gewoon niet over de grens mee kunnen nemen. Want het risico is gewoon te groot. Eerder zijn er natuurlijk ook kanalen gewoon gestopt omdat ze gepakt zijn. Dat risico wil ik gewoon niet lopen. En Jordi al helemaal niet. Ja, je hebt dan wel mensen inderdaad, jongens, die dan zeggen van ja, maar jullie gaan naar Baarle, jullie nemen niks mee. Ja, inderdaad. Ja. We laten jullie ook gewoon zien hoe het is. Hoe druk het is, of de moeite waard is, nieuwe producten en zo. Alleen zeggen we daarbij wel, jongens, je begaat gewoon een overtreding, of een overtreding in Nederland, gewoon een misdrijf op het moment dat je gewoon het de grens over meeneemt. We filmen even naar dat bord, je ziet daar dus nog Ole staan, de snelweg.
En de snelweg. We zien hier geen politie of controles. En dat heb ik eigenlijk hier regio Ole nog nooit gezien. In Baarle zijn er wel eens controles. Vorige week tijdens de vakantie was dat ook bij de afslag Alphen, had ik gehoord. Was er weer politiecontrole op vuurwerk. Nou, wij hebben dat echt nog nooit gezien of gehoord. Maar dat maakt het natuurlijk niet per definitie zo dat je echt het vuurwerk gewoon moeiteloos over de grens mee kan nemen. Daar zou ik echt mee uitkijken, want dan zal je maar net een keer gepakt worden. Je moet het zeker niet doen. In ieder geval bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. Laat even weten in de reacties mochten we nog naar een andere winkel moeten. Ik bedoel, er zijn nog een aantal leuke winkels in Duitsland en België misschien. Dus laat het weten in de reacties. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie binnenkort weer bij een nieuwe video. Later.